Welkom tenslotte, laatste kandidaten, op het podium voor de stoel. Els en meneer Van der Kluik. En Els, heeft u een afspraak gemaakt wie er het eerst in het hok gaat? U gaat het eerst, meneer Van der Kruid. Dag, tot straks. Els, ga zitten. Zo, ik heb het idee dat ik nauwelijks meer uit moet leggen hoe het gaat. Maar als het nodig is, wil ik het nog een keer zeggen? Nou, okay. 3 vragen, 10 seconden. Je mag maar 1 antwoord geven. Heel veel sterkte. En voor de 25e keer, licht uit, spot aan. Els, hier komt vraag 1. De koningin heeft onlangs Begrensde Groei geopend. Een informatieve tentoonstelling over de Club van Rome. In welke stad wordt die tentoonstelling gehouden? Rome. Nee, Els, in Rotterdam. Veel dichterbij, je kan er naar gaan kijken. Dat was vraag 1. Vraag 2. Wie is de voorzitter van de Wereldschaakbond? Ik zal het nog even herhalen. Wie is de voorzitter van de Wereldschaakbond? Dat is dokter Max Euwe. Vraag 3. Voor de hoeveelste keer wordt er dit jaar het Holland Festival gehouden? 25e. Uitstekend. Die vraag is goed, Els. Jij bent er even vanaf. Ga zitten. Zo, meneer Van der Kruid. We gaan u even aan de tand voelen. Weet u nog hoe het gaat of moet ik het nog een keer vertellen? Nee hoor. Goed, het, ja. Goed. Heel veel succes, ook voor u. Licht uit, spot aan voor meneer Van der Kruid. En hier komt de eerste vraag. De koningin heeft onlangs Begrensde Groei geopend. Een informatieve tentoonstelling over de Club van Rome. In welke stad wordt die tentoonstelling gehouden? Nou, ik zou het niet weten. In Rotterdam. Oeh. Aan het Weena. Voor iedereen is dit. Vraag 2. Wie is voorzitter van de Wereldschaakbond? Euwe. Dat is goed. Vraag 3. Voor de hoeveelste keer wordt er dit jaar een Holland Festival gehouden? Ik zal mijn gokje maken. 5. Nee, dat is fout. U mag blijven zitten. Els gaat het hok in. Dat was voor de 25e keer. U heeft allebei 1 vraag goed. We gaan naar de tweede ronde. Deurtje dicht. Doodse stilte, daar gaan we weer. Licht uit, spot aan. Een toren in Nederland wankelt. Het instortingsgevaar is nog steeds niet geweken. Sst. Waar staat die toren? In Edam. Uitstekend geantwoord. Vraag 2. Het Nederlands voetbalelftal behaalde voor de 5e achtereenvolgende keer een overwinning. En wij vragen nu, op welk land was dat? Peru met 3-0. Heel goed. 2 vragen goed. 3e vraag. Wat betekenen de letters VVDM? Dat is die vereniging van dienstplichtige soldaten. Ja, van dienstplichtige militairen. Ja, kleine foutjes kunnen wij. Ja, sorry, want daar zit die M voor, militairen. Dus die vraag kan ik niet goed rekenen. In de stoel zijn we ontzettend streng. Maar als zij hetzelfde fout doet, dan geldt het ook niet. Hè? 2 vragen. Goed, gaat u in de stoel. In de andere. Els? Nou hoor. Erg warm daar. Nou, valt wel mee. Zijn de ergste zenuwen nu over? Ja, gaat wel. Ja, Oké. Daar gaan we. Het wordt weer donker. Jij komt in het zonnetje. Hier komt voor jou de eerste vraag. Een toren in Nederland wankelt. Het instortingsgevaar is nog steeds niet geweken. Waar staat die toren? Edam. Goed, Els. 2e vraag. Het Nederlands voetbalelftal behaalde voor de 5e achtereenvolgende keer een overwinning. Op welk land? Peru. Dat is goed, Els. 3. Wat betekenen de letters VVDM? Vereniging voor dienstplichtige militairen. Dat is goed! Els heeft gewonnen. En wij gaan afscheid nemen van u, meneer Van der Kruid, met een bos bloemen. En voor u een gouden aansteker.
waarbij ik dit eventjes weg zal halen zo. En ik hoop dat u er blij mee bent en me kunt gebruiken. Alsjeblieft en hartelijk dank voor het meedoen. Els? Els gaat nu achter de lopende band en we gaan kijken hoe Els er vanaf brengt. Je weet het weer, de volle snelheid of de halve? Volle maar. De volle snelheid, heel veel succes, de boel is al klaar. Kan, nog niet, Els, nog even wachten. De volle snelheid en eventjes luisteren, goed opletten wat er allemaal op staat. En niet in de war laten brengen, beter 10 goede prijzen dan je zenuwen er maar 3 weten, hè? Zo is dat. Je mag meegaan, dag. Even denken, Els, even gokken. 10, denk ik. Nou, 11. Zit ze al? Ze doet lang over het zitten gaan. 10. Dag Els. Jij gaat lekker kijken. De volle snelheid. Alles klaar? Klok klaar, band klaar, muziek klaar. Start erbij. Nog net even wat. Ik zag het. Ze keek opeens nog een keer om. Ik zei 10, hè? En toen zei ik 11. Ik denk nu 12. Els, de zenuw heeft ze. Ik zal maar niet te lang met je praten, hè, Els. Ik ga maar meteen zeggen, noem maar op wat je onthouden hebt. De tijd gaat nu in. Slippers, een pet, een tas, een... vorkjes toestanden en zo'n blik uitziende pot, een radio toestand, ja, barbecue vorkjes of zo, een rolding met gaten erin voor pannetjes of zo, een spel, een doosje met stro erin, een 10. 10 geloof ik. Maar Els, we gaan dat nog rustig even controleren. Let op, hier komen nog één keer alle prijzen die jij je herinnerde. Luister goed mee. Nou, de heb de tijd gaat nu in. Slippers, een pet, een tas, een vorkjes toestanden en zo'n blik uitziende pot, een radio toestand, ja, barbecue vorkjes of zo, een rolding met gaten erin voor pannetjes of zo. Een spel. Een doosje met stro erin. Dat was het, geloof ik, hè? Els, kom eens hier staan, want je hebt natuurlijk ook geen idee meer. Kom maar aan deze kant, Els. Kijk zo de zaal in. En niet naar achter, anders is de verrassing weg. Els, en hier komen dan de prijzen. Je bedoelde deze vorkjes? Ja. Ja, die bedoelde je. Nou, daar zijn ze dan, hè, de kwast en vorkjes. Je bedoelde die radiotoestand? Ja. Ja, dat is een cassette recorder. En dat is niet mis. Het prijsje zit nog aan de pet. Zo'n aardige, niet te dure pet. Zoals je zelf zult kunnen constateren. Een doosje met stro erin. Bedoelde je die slippers? Ja. En het spel? En had je nog andere vorkjes? Ja. En dan had je nog... dat, dat is 9. En dan had je nog dat, Els, bedoelde je dat? Ja, ik zei een tas. Een tas, welke tas bedoelde je? Ja, deze of die rode? Ik dacht dat het die, ja. Die geruite of die rode? Geruite. Deze geruite. Ja. Oké, okay. Dat hebben we dan. En dan hebben we, geloof ik, alle prijzen. Nou, er staat er hier nog niet één. Missen we nog iets? Een blikachtig ding. Ja, dat zag er nog wel blikachtig uit. Wat, dat? Nee. Nee? Els regelt het even, hè?
Een grote pot? Ja, dat is zo'n doofpot. Ja, dat ding. Juist, Els. Nou, dan gaan we eens kijken wat je allemaal hebt. Je hebt, dat is een waterkan. Nou, lekker voor op de boerderij. Ja, heel goed hoor. We gaan kijken naar die grote barbecue set met de barbecue pinnen die daar staan. Daarvoor krijg jij Els met je hele familie. Want hoeveel kinderen hadden jullie ongeveer? 8 kinderen. 8 kinderen. Komt er een fantastische, lekkere grote barbecue. Die jullie... Hartstikke goed, zegt Els. Die komt op de boerderij te staan. Dat is 1. Els, dan heb je hier een petje met een das en een tas. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat je daar nog iets bij wilt hebben. En we hebben voor jou als jong meisje een erge leuke... ja, moet je kijken, het is een heel raar gezicht. Een van onze assistenten heeft dan eindelijk haar te pakken. Wij zetten haar neer tegen de prijzenkast als ze wil blijven staan. Anders moet hij er nu eeuwig mee blijven omkneld staan totdat uitzending zij staan. Els, al deze kleren, deze lekkere vakantiekleren zijn voor jou. Pet, de hele boel meer. Dan gaan we kijken, een beetje stro. Ach, het is een leuk potje, hè? Een paar fijne sandalen kunnen daarbij. Een spelletje voor in de vakantie. Hier komen lekkere flessen in de tas, had je al. En Els, dan ga ik jou vertellen dat je bij het stro een cadeautje krijgt waar de 8 kinderen van de familie de Jong waarschijnlijk dolle pret mee zullen hebben. Een pony met ponywagen. Hoe is dat? Els, luister eens. Het is de, nou hebben we geloof ik, is dat een broer? Een van de 8? Ja, kom er even bij staan. Dat is moeder en dat is vader. Els, heb, kom, ja, kom maar, alles erbij. Els, luister eens, één ding, mag ik even wat vragen? Is er nou, het is de 25e uitzending en we hebben er lol in. We doen wat geks, ik ben door dolle heen. Is er nou nog iets waar je de pest over in hebt dat je het vergeten bent? Wat je hebt zien staan en wat je je nu weer herinnert? Heb je niet zoiets heel langs... Ja, een hele lange worst. Nou, dan krijgt de familie de Jong toch die hele lange grote worst. Wat zullen we nou krijgen? Ja, als iemand hem opeet, dan is het de familie de Jong. Het is mijn jongste dochter, Denise. Hallo, dag. Dat is Marianne. Ja. Zeggen, de rest is thuis gebleven? Ja, 2 zijn thuis gebleven, ja. 2 getrouwde. En 2 getrouwd. En 1 die moest werken, geloof ik, die verpleegster. Oh, daar zit er nog eentje. Hier komt de worst, leg hem niet te dicht. Kan die... We leggen hem... Nee, niet op de grond. Kan die hier bovenop, jongens? Wacht even. Ik hou dit mens vast. Ja? Daarover. Familie de Jong en Els. En dames en heren in het land. Wij gaan afscheid van u nemen. 1 van de 8 is voor dit seizoen voorbij. Waar bent u? Oh, daar. Wij vonden het erg prettig. Hopen dat u ook een fijne avond heeft gehad. En een fijn seizoen samen met ons. Wie weet zien we elkaar nog een keer terug. Hartelijk bedankt voor al uw hartelijkheid. Hele prettige zomer voor u allemaal. Tot ziens. Dag.